Sinds april is er een enorme toename van mensen die slachtoffer worden van criminelen die zich voordoen als nepagenten. Deze nepagenten vertellen aan mensen dat ze spullen veilig komen stellen omdat er ingebroken gaat worden bij hen thuis. Ook in regio Nijmegen zijn steeds meer mensen slachtoffer van deze praktijken. Slachtoffers worden eerst gebeld door de criminelen die zich voordoen als politie. De nepagenten weten vaak de wijkagenten noemen. De criminelen vertellen dat ze een aanhouding hebben gedaan en daarbij een lijst hebben gevonden met adressen waar ingebroken gaat worden. Volgens de nepagenten is het niet mogelijk het huis te bewaken en daarom stellen ze voor om waardevolle spullen veilig te stellen. Nou, wat we zien is dat de criminelen heel veel druk leggen bij de mensen. Hè? We hebben aanhoudingen gedaan, maar we hebben nog niet alle verdachten aangehouden. Het kan maar zo zijn dat er vannacht bij je wordt ingebroken. Dus je wordt echt heel erg onder druk gezet. Ja, en ze weten een hele hoop van je. Dat weten we ook vanuit privacygevoelige gegevens die bij hacks zijn buitgemaakt. Dus er wordt heel veel druk gelegd, ze weten heel veel van je. Ja, en dan ga je echt geloven dat je de politie aan de lijn hebt. De slachtoffers zijn eigenlijk altijd 70 plus. Een leeftijdsgroep die ook echt gevoelig is voor gezag. Het aantal slachtoffers van deze nepagenten is dit jaar enorm toegenomen. Nou, we hebben in heel Nederland echt zonder uitzondering overal van dit soort zaken. En we zaten al een aantal maanden geleden op meer dan 4000 incidenten en aangiftes die we hadden. En ook in Oost-Nederland en in Nijmegen is het zonder uitzondering dat daar zaken zijn, aangiftes, mensen die gebeld worden. Dus ja, ook Nijmegen is echt aan de beurt. De nepagenten slaan dus overal toe. Daarom is het belangrijk om een nepagent te kunnen herkennen. Nou, als we helemaal in het uniform zijn, dan kun je altijd nog om een legitimatie vragen. De daders van deze babbeltrucs die zijn nooit helemaal in uniform, alleen maar een deel van een uniform. En je kunt naar de legitimatie vragen als ze in burger zijn. Als je naar de legitimatie vraagt en de mensen die aan de deur staan geven die niet, of ze zijn nepagenten, nou, dan zul je zien dat ze echt weggaan. En het allerbelangrijkste is, bel 112 als je deze situatie herkent. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat wij als politie nooit spulletjes thuis bij de mensen komen ophalen om ze veilig te stellen. Dus laat dat voorop staan als je gebeld wordt en dit is het verhaal, hang op en trap er niet in. Dat is echt de belangrijkste boodschap. Ben je door die druk nou wel ingetrapt en heb je een afspraak gemaakt om die spullen dat ze bij je thuis opgehaald worden, dan weet je dat dat niet zo is. Bel dan in ieder geval 112 zodat wij de boeven kunnen aanhouden. Wij als politie nemen nooit spulletjes bij mensen thuis mee.